Press any button to continue. Ja, dat ga ik maar eens doen. Ga ik maar eens proberen. Ja, zeker weten. Hoi Tom. Hi Peter. Hoe is het ermee? Dat je er bent. Ja, ja gaat goed, maar laten we dat niet nu bespreken. Dat is de podcast een betere plek voor de video van Sea of Thieves. Koetjes en kalfjes. Nee, inderdaad. Ik heb de skill test mogen testen van Sea of Thieves. Dat is eigenlijk een soort van tweede test die ze gerund hebben na de closed beta. Oké, wat leuk. Want was het nodig om hem te testen? Nou ja, weet je, het is met een online game natuurlijk wel belangrijk dat je ook kijkt hoe groot de servers kunnen zijn. En ja, Rare heeft de marker gehit. Hetgeen wat ze wouden doen, de game breken, de servers breken, dat is gebeurd. En dit is nog een potje wat ik nog wel kon spelen uiteindelijk na het breken van de servers. En uiteindelijk zijn ze die weer een beetje open gaan gooien, maar dan wel in mondjesmaat. Dus we zaten weliswaar in een online wereld, onze aller Nick en ik. Maar tegelijkertijd, heel veel mensen komen niet tegen omdat we juist in mondjesmaat toegelaten werden. Wat een ongelooflijk mooi water. Mag ik dat even zeggen? Ja, dat is ook echt een unique selling point. Nee, maar oprecht. Dit is echt heel erg vet water. Ja, bedoel, het is ook echt allemaal een beetje physics-based. Is het physics-based water? Nou ja, weet je, het is wel zo dat Rare kan instellen dat er bijvoorbeeld stormen zijn, dat er wind is. En dat heeft dan weer invloed op het vaart. En dat heeft dan tegelijkertijd ook weer invloed op hoe je vaart en hoe je boot is. En ja, soms zit je echt gewoon in super diepe golven. En andere keren heb je de wind in de rug en gewoon steile horizon, let's go. Kun jij de tijd nog herinneren dat water altijd het meetpunt was van hoe ver games waren? Ja, als dat nog steeds het meetpunt is, dan heeft Sea of Thieves denk ik nou wel de piek bereikt van wat gaming tot dusver heeft bereikt. Het is echt gigantisch mooi water. Het meest indrukwekkende water sinds Black Flag. Ja. Dit is trouwens ook op PC. Op Xbox kan ik ook verzekeren dat het water aardig mooi is. Maar op PC is het natuurlijk wel een tandje hoger. Ja, hey, Sea of Thieves is natuurlijk heel veel hype, maar ook heel veel sceptisch. Wat gaan we allemaal doen? Maar dit was natuurlijk een test om te kijken of wat de server allemaal aankomt. Ja, maar dat is wel het interessante, want jij haalde net al de podcast aan. En ik zat natuurlijk een tijdje terug zat ik in de podcast een beetje te klagen over dat die closed beta die Sea of Thieves had gerund, dat die eigenlijk veel te karig was in content. En toen kwamen ze met een skill test en hebben ze eigenlijk tussen neus en lippen door hebben ze een heleboel extra dingen erin gegooid, waardoor ik weer een beetje mijn scepsis kon rectificeren, zou je kunnen zeggen. Ja, de podcast overigens even lid worden via iTunes of Soundcloud of GamersNET.nl. Maar waarom dan? Wat heb je nu allemaal gedaan? Nou kijk, je ziet het hier dus al. Ik ben nou in een equipment shop waar je dus allerlei verschillende dingen kan kopen. En dit is precies de progressie die we eigenlijk best wel lang misten. Dat we wisten niet wat het nou precies was met wat je ging doen in de game en waar je voor ging knokken. En nu is het iets duidelijker van, oh oké, dus als ik heel veel prijzen vind, als ik heel veel schatten vind en ik breng ze terug, dan krijg ik heel veel goud. En met dat goud kan ik een dope nieuwe pack-leg kopen, een vette sniper rifle, een keer een blunderbus of weet ik veel, hier een toffe baard of een toffe muts of zo die ik wil hebben. En dan heb je toch al iets meer grip op van, ah oké, dus dit zijn de unieke dingen waar we al die piratenavonturen voor induiken. Ja, het beloningssysteem was niet helemaal duidelijk. Is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval hebben we meer het idee met die winkeltjes hier. Ja. Wat je ermee kan. Ik vind dat je ook een enorm stelvolle zwevende houten benen hebt. Ja, ja dat is, het leuke is wel dat het gaat natuurlijk heel erg om jezelf customizen. En er zit een soort van customizer in de game. Maar je krijgt altijd random piraten toegewezen. Je kan niet zeggen van ik wil hem zo en zo tweaken. Je krijgt gewoon random piraten waaruit je dan moet kiezen. Daar heb ik helaas dan weer even geen beelden van. Maar ik heb dus deze gekozen. Dat doet Rare dan ook, ja, in het achterhoofd van dat je dan wat meer een rollenspel aan gaat nemen. Omdat je niet zomaar jezelf gaat maken, maar zoiets van, oh, deze piraat, hier wil ik een verhaal omheen bedenken. Dus dat ga ik dan maar kneden. Ja. Dat is leuk gedaan. En dat de Crooked Masts, wat ik dan nu zie, is dat dan de plek? Of is dat een missie? We hebben een nieuwe missie aangenomen, een nieuwe riddle hebben we aangenomen. En we moesten op zoek naar de Crooked Mast. Want nou ja, goed, je zult zo zien dat ik het raadsel ook daadwerkelijk tevoorschijn pak. En we hadden koers gezet hier naartoe, want hier schijnt een schat te gaan liggen. Dus, ja, je krijgt coördinaten of je krijgt een richting. Nou, we kregen de naam of de vorm. Het ligt er een beetje aan wat voor quest je krijgt. Hier kregen we dus de naam van het eiland en konden we dus gewoon op de kaart zoeken. Andere keren krijg je alleen maar een landkaart, staat er niet de naam bij. Dan moet je zelf maar gaan kijken welk eiland die vorm heeft. En dit is dan de riddle? Ja, dit is de riddle. Dus er is iets op de Crooked Masks en we moeten er in ieder geval eerst naartoe en dan komt bijvoorbeeld dus ook weer de volgende riddle, de volgende zin van de riddle komt dan weer tevoorschijn. Ja, dus je gaat echt met elkaar, moet je op avontuur door een soort van riddles op te lossen. Dat is eigenlijk de gameplay mechaniek. Soms zijn het schatkaarten, soms zijn het riddles, maar je kunt bijvoorbeeld ook zeggen van, weet je, ik laat andere mensen al die puzzeltjes wel oplossen. Ik ga gewoon ergens gewoon rondvaren en ze bestoken als ze een toffe schat in de hangar hebben liggen, of hoe je het ook noemt, in het luik, in het vat, de loods. met het oog op ons allerfavoriete YouTube-kinderen. Hoe uitdagend is dit? Ik heb het idee dat heel veel, wat jij zegt, ja, je kan ervoor kiezen om lekker niet de riddles op te lossen en dat niet op die manier te doen. Ik heb het idee als 3 YouTube-kinderen dit spelen, dat die dus geen steek verder gaan komen in het spel. Ik vind op zich de riddles zijn niet enorm moeilijk. Kijk, en soms zijn het ook gewoon schatkaarten. Dat is een heel stuk directer. Dan is het gewoon van, oh, X marks de spot. Dus we gaan gewoon op zoek naar waar het kruisje staat. De riddles zijn leuk gedaan. En je zult ook zien dat we zo een aantal van die stappen oplossen. Maar goed, het moet eerst op het eiland komen. Dat schijnt nogal lastig te zijn als je jezelf wil lanceren. Wat vet dat kan. Ja, dat is gigantisch vet. Dit is echt heel leuk. Maar moet je nou ook helemaal terugzwemmen? Ja, je moet wel een stukje terugzwemmen, ja. Nou ja, een stukje. Maar goed, die riddles zijn dus over het algemeen zijn het wel mechanieken waar ze wel goed over hebben nagedacht. Zo is het bijvoorbeeld ook van, oh, ga naar een tekening van een krab en zet dan 8 stappen zuid-zuidoost of zo. Weet ik veel, iets in die richting. En dan kun je dus ook met je kompas die stappen bijhouden. En het is allemaal een beetje... Het is heel tastbaar allemaal. Het zijn geen hele cryptische dingen. Bijvoorbeeld er staat hier van, hou een licht in de lucht. Nou ja, goed, ik steek mijn lantaarn in de lucht en je ziet in één keer er gebeurt iets. En wij krijgen in één keer de volgende zin van onze riddle, waar we nu naartoe moeten. Ik vind het ongelooflijk leuk eruit zien. En ik bedoel, niet alleen leuk eruit zien qua graphics, want dat vind ik ook echt. Maar ook dit mechaniek ontzettend leuk, met die raadsels. Dat vind ik echt... Ik heb dit gezien al, hè, want dit weten we heel lang dat dit komt. Dit is sowieso al de tweede gameplay commentaar die we hiervan runnen. Ja, maar ik bedoel, ik heb het zelf ook mogen ervaren, maar ik vond het toen nog een beetje ontastbaar. Maar ik vind het ongelooflijk leuk hoe ze dit hebben gedaan. Ja, nee, dat is naar mijn idee, ik heb ook het idee... Het is ook wat intelligenter dan heel veel games, heb ik het idee. Ja, het is niet van ga daar naartoe en knal zoveel mensen neer. Het is van, yo, wil jij een moeilijke voyage aangaan, een moeilijke quest, samen met een crew. Het is aangeraden dat je met 4 man gaat. Dan ga je lekker samenwerken ook, dat is gaaf. Ja. Kijk, je kunt dit ook helemaal in je eentje spelen, want Nick en ik zitten nu ook op een boot die je makkelijk in je eentje kan besturen. Maar als je echt zo'n groot galioen wil besturen, dan moet je gewoon echt met 4 man gewoon continu in de zeilen zitten. En dat is fantastisch. Ja, het lijkt me echt heel... Ik ga het spelen. Ik ben om. Ja, bij deze. Ja, Peter is om. Ik moet wel zeggen, ik hou nog steeds wel bepaalde sceptisch. Want het is nog maar echt de vraag hoeveel progressie erin gaat zitten. Hoe de kraken is die er straks in wordt gepoord. Krijgen wij nog huisdieren die we straks kunnen verzamelen en verdienen? In hoeverre kunnen we de boten zelf aanpassen? Van wie is de boot? Er zijn nog een heleboel vragen die nog onbeantwoord zijn. Maar ja, wat er nu staat, ik ben er wel over te spreken. Vooral nu we ook een beetje oog hebben op het progressiegevoel. Ja, en Nick was net random aan het graven. Ja, Nick kon geen kompas lezen. Of nou ja, Nick wist niet van de stappenteller. Als je naar je kompas kijkt, dan zie je heel duidelijk de stappen. Zie je in het bobben van de camera. En dat wil dus ook zeggen dat je een soort van vaste meeteenheid hebt als ze het hebben over zoveel stappen in zo'n raadsel. Ja, dit waren dus de 8 stappen waar we het over hadden. Ja, dus die ga je dan lekker tellen. Ga je rustig uitlopen. Nou ja, hij gaat lekker graven en ik ga hem verdedigen. Ja. Ja, nee, oprecht. Het is alleen wel de vraag van hoeveel variatie erin kan zitten. Want op een gegeven moment, weet je, er zijn een heleboel verschillende eilanden, er zijn een heleboel verschillende riddles. Maar de vraag is of je daar echt honderden uren in kan gaan steken en of Rare wel genoeg nieuwe dingen toevoegt. Ik weet niet. Ik ben verslaafd geweest aan een spelletje, de PUBG. Had ook niet zoveel content. Dat was prima. Ja, was heel goed. Toch sterf je telkens weer op. Het ziet er niet uit, het draait voor geen reet. Nee, je ergert je dood elke keer als je het speelt, maar je blijft toch terugkomen. Ja, en dit is wat mij betreft, ik erger me hier geen moment aan. Want de gezichten die je krijgt, ook, weet je, het is ook zo leuk om gewoon de rol op te nemen van gewoon de guy die in de mast hangt. Gewoon kijken alleen maar. Want je ziet zoveel mooie dingen. En er komen andere schepen aan. Andere spelers mee gaat communiceren. Ik heb een dronken renwedstrijd naar een boot gehad met een random gast die we tegenkwamen in de pub. Dus er zit heel wat potentie voor gekke avontuurtjes. Hele unieke avontuurtjes. Je moet er alleen wel open voor staan. En deze kist die heb je nu gepakt. Ja. Die ga je naar het schip zwemmen? Ja, die zetten we dan in het ruim. Ik heb het woord eindelijk gevonden. Die zetten we in het ruim. En dan vaar je hem natuurlijk terug naar een outpost en dan verkoop je hem. Er is nu ook nog maar 1 soort van factie. In ieder geval in de skill-test was nog maar 1 factie. Maar er komen straks dus meerdere facties. En sommige zijn meer om het goud. Sommige zijn meer om het avontuur naar het schijnt. En dan is dat dus ook maar de vraag van of daar een soort van skill tree in zit. Van als je heel veel voor die ene factie gaat, dan krijg je misschien iets anders dan bij die andere facties. Dat zijn dingen die we niet weten. Maar dat is wel de mechaniek van het spel. Je verzamelt die kisten, je brengt ze terug. Daar krijg je gold van. En we weten nu ook wat we kunnen met dat goud. Ja, nee, leuk man. En dat zet je dan in je nood neer. En dan kan niemand het jatten nu? Nee, als iemand ons schip opsneakt en het ding pakt, dan kan hij het gewoon jatten. Oh, dus je moet eigenlijk hier continu een guard hebben. Eigenlijk. Nou ja, of je moet zorgen dat je schip altijd veilig is, of dat je wel iemand aan ziet komen zwemmen of zo. Dat is leuk, want dat zijn dus allemaal random dingen die kunnen gebeuren. Ja, soms heb je een aantal kratten die je zo inlevert en niks aan de hand. En andere keer heb je zoiets van, oh fuck, er komen 2 galioenen op ons af. We gotta get the fuck out of here. Ja, dat is wel echt heel tof. Ja. En misschien gratis tip voor de ontwikkelaar, een trap mechaniek. Ja, het zou heel leuk zijn. Dat je belletjes kan ophangen. Nou ja, ik hoop dat als we ooit huisdieren kunnen nemen op de boot. Nou ja, ik wil een kat. Ja, maar een hond die je schat beschermt. Een kat is goed. Een kat beschermt niks. Ik ben alsnog van kat. Ja, dat voelt juist. Ik ben ook een kattenmens. Maar een hond is handig als je een schat moet beschermen. Dat, ja, dat is inderdaad wel zo. Overigens, ik heb even een knipje gemaakt, maar er zitten sowieso meerdere knipjes in. Maar de boot was gezonken. We waren ergens naartoe gevaren waar we naartoe moesten. En we zaten iets dicht op het land, dus de boot is gezonken. En ik heb besloten om hem dan maar te gaan halen. Dus hij spant weer ergens anders. Ik kan me daar naartoe laten teleporten. Waarom was de boot gezonken? Ja, omdat we te dicht op het land zaten. We dachten, we hebben een mooie U-bocht hier gemaakt. Maar we zaten er iets te dicht op. Dus toen keken we om en toen was die boot in één keer aan het zinken. Dus ik ben hem gaan halen. Dan kun je naartoe teleporteren. En ik breng hem nu terug naar Nick, die nog op dat strand staat met een schat in zijn handen. In de hoop dat niemand hem... Ja, ik weet niet. Het zijn toch wel van die kleine avontuurtjes. En dus nu zie je dus ook bijvoorbeeld dat die boot is ook prima in je eentje te besturen als je zo'n kleintje pakt. Dus ja, je kunt dit soort van singleplayer spelen, maar nee, het is dus wel altijd online. En dat is juist het punt van het hele spel. Ja. Ja, ik ben echt heel erg voor. Ja, dat was ook ver varen ook. Je komt s'nachts pas aan. Nou ja, de dag-nachtcyclus ging nog wel wat snel. Het is heel lang dag en dan is het in één keer heel erg nacht. Er zit niet echt een soort van overgang in, maar dat zijn allemaal dingen die Rare heeft laten zien. Er zitten heel veel rare beesten in de zee. Die wolk bedoel ik. Oh, ja, nee. Oh, de wolken, dat wou ik net zeggen. De wolken en het klimaat, de wind, de lucht, het water, dat zijn allemaal dingen die Rare heel makkelijk anders kan maken. Die ze heel makkelijk kunnen tweaken. Dus ze kunnen ook, bijvoorbeeld er zijn skeleton forts, als daar iets speciaals te halen is, komt er een enorme schedel, of in ieder geval een wolk in de vorm van een schedel, boven dat eiland. Zodat iedereen in de omgeving weet van, oh shit, we moeten daar nu gaan knokken. En waarom werd je nu beschoten dan? De skeletten die leven, kunnen ook kanonnen bemannen. Oké. Wij dachten we waren alleen, maar er zitten nog wat skellies op dit eiland. Dus we moeten snel weg voordat die boot te lang stilstaat. Want dan weten ze ons natuurlijk al te raken. Ja, en Nick is nu net met zijn schatkist eindelijk weer terug. Hé, ik zie een kruis. Waarom ga je... Oh. Ja, sorry, ik werd een beetje afgeleid door de Aurora Borealis. Ja. Dat vind ik ook, we waren dit een avond lang aan het spelen. We waren alleen maar screenshots aan het maken van hoe mooi die game wel niet is. Hij draait overigens ook prima. Voor zover ik heb gemerkt, geen probleem mee gehad. Lijkt goed geoptimaliseerd. En het leuke is dat je natuurlijk ook samen kan spelen met je Xbox, man. Ja, PC en Xbox cross-platform, Play Anywhere. Ja, dat is leuk. Maar goed, je instapmodel PC van Tom is €2500, heb je gewoon deze graphic. Heel bedoel, kind kan er wel eens doen. Ja. Ja, kijk, dat is nog fijn hoor. Ik zweer. Ja, nou ja, als jij dat erin ziet. Weet je, dit zijn ook van die kleine avontuurtjes die je kan beleven. Dat je op een boot staat en zegt, hé, heb je die dolfijn in de lucht gezien? Oké. Dat is zo geen avontuurtje. Maar... Ja, ik vind dat mooie gebeurtenissen. Jij moet echt meer avonturen in je leven gaan beleven. Ja, nee, dat blijkt maar weer eens. Sea of Thieves en deze beta is het grootste avontuur wat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Dat blijkt wel weer. Ja. Maar goed. We hebben een heleboel uren aan gameplay, maar ik denk dat we het hier voorlopig wel even bij laten. Ja, de lampjes gaan uit. Ja, de lampjes gaan ook inderdaad uit. Dat was ook omdat we op de horizon een ander schip zagen. Dus we hadden zoiets van, misschien zien ze ons niet. Maar wat we uiteindelijk ook doen is gewoon uitloggen, want de servers lagen er weer uit. De skilltest moest ook weer eindigen. Dus, wanneer verschijnt de game? De game verschijnt de 20 maart alweer. 20 maart. Dat is relatief snel. Er komt natuurlijk een uitgebreide review van. Ik denk dat we dit ook... Dit voelt als een game die we veel gaan streamen. Dat denk ik ook. Ja. Of in ieder geval, ik wil het graag streamen. Ik ga meedoen. Ja, hoppatee. Dan gaan we gewoon samen de crew. Ik ben benieuwd wat voor piraat jij krijgt. Oh, en dan knippen we nog even heel snel naar het einde van de skilltest. Je kunt uitsignen en dan tegelijkertijd zeggen, wreck the ship. Dus vervolgens verschenen er overal gaten. Dus dat ding zinkt in een mum van tijd. Ik dacht, nou, dat is toch wel een mooie manier om deze beta, close beta, af te sluiten. Tot de volgende open beta. Maar ik ga hier ten onder met mijn schip. Ja, we sluiten deze af met het heerlijke verlangen naar de dood. Inderdaad. Maar sowieso, Sea of Thieves, als je er meer over wil weten. We hebben legio geschreven previews ervan. We hebben meerdere video previews. Er is een ander gameplay commentaar die ook ultra breed is. Wauw. Van Gamescom. En natuurlijk, vanaf de 20e uitgebreide coverage van deze game op GamersNET.nl. Yay. Thanks Peter. Dankjewel Tom.